En welkom bij weer een nieuwe video van Diamond Painting December. Het is weer zover, we gaan vandaag een kerstkaart maken. Goed, we zijn er weer. Diamond Painting December, de volgende dag. En we gaan vandaag een kerstkaart maken. We maken vandaag deze kerstkaart. Stommeringlamp. Deze kerstkaart, het is een kerstboom. En volgens mij, ik zag net even snel al dat kaartje. Volgens mij heeft deze de minste kleuren die we tot nu toe gehad hebben. Ik heb de Ziploc zakjes, want ik ga dit gewoon weer met Ziploc zakjes doen natuurlijk. Die heb ik alvast gelabeld. Ik heb nog niks opgeschreven, maar ik heb ze alvast gelabeld. Dus ik ga zo de steentjes eerst even sorteren. En dan gaan we beginnen aan de kerstkaart. Even terug. Dat was een hele korte sorteersessie. Nee, ik maakte hem open en ik zag dit. En als je goed telt, zie je hier 5. Maar ik heb ook deze. Dus dat zijn er 6. Dus ik dacht, hey, ik heb 5 dingen op het kaartje staan en ik heb 6 zakjes. Dat klopt niet. Maar als je hier naar kijkt, zie je dat er eentje bijna leeg is. Dat is deze. Op de achterkant staat dat dit nummer 3 zou moeten zijn. Of 9 of 6. Het ligt er een beetje aan hoe je het houdt. En hier zit een stickertje op met 3. Ik denk dus dat deze er gewoon verkeerd tussen zit. Dus ik hoop maar dat het niet belangrijke steentjes zijn. Er zitten 3 groene steentjes in. Ik hoop dat het 3 onbelangrijke steentjes zijn. Ik denk dat het gewoon een foutje is. Dus ik ga dat zakje gewoon tussenuit halen. En we gaan de rest gewoon weer lekker sorteren. Steentjes gesorteerd. Ik had een Ziploc zakje klaar liggen voor steentje nummer 3. Maar toen deed ik steentje nummer 3 openmaken. En toen dacht ik, ja, hij zit al in een Ziploc zakje. Dus waarom zou ik hem in een nieuw Ziploc zakje doen? Neem dadelijk vooral niet weer een voorbeeld aan mij. Ik ga dadelijk heel het folie in één keer eraf halen. Doe je dit nou zelf thuis? Doe dan gewoon rustig aan. Stukje voor stukje de folie eraf halen. En stukje voor stukje painten. Niet gelijk alles in één keer. Doe gewoon rustig aan. Chill, zen, het is om te ontspannen. Ik moet natuurlijk gewoon alles in één keer doen. Dus ik ga gewoon heel het folie in één keer afhalen. Zodat ik gewoon kleur voor kleur kan afwerken. Ik ga jullie weer verplaatsen. Ik ga beginnen aan de kerstkaart. En dan zie ik jullie weer na het maken. Verder. En de kerstkaart is af. Ik vind hem leuker dan ik dacht. Ik had echt zoiets, ik ging er nou niet echt met tegenzin, maar ik had zoiets van oh, al dat groen en twee kleuren groen en duurt lang en weet ik het allemaal. Maar dat valt eigenlijk hartstikke mee. Werkelijke tijd dat ik eraan heb gezeten, deze kant makkelijker, doe ik even aan deze kant neerzetten. Dus dat valt als het goed is hartstikke mee. Ondertussen heb ik hem even gevouwen. Ik merk wel, want er staan hier natuurlijk ook al 2 kerstkaarten. Ik merk wel dat het vouwen, dat gaat makkelijk, maar ja, hij blijft niet helemaal goed zitten. Dus je moet hem echt, als je hem gaat gebruiken, en ik wil hem wel echt gaan versturen, moet je hem even, weet ik veel, onder een boek of onder een kleed of iets leggen, dat hij iets dichter blijft zitten. Maar ik vind het echt
super leuk. De close-up beelden voor jullie komen natuurlijk dadelijk nog even voorbij. Maar gewoon die witkleurige kerstballen en dan die andere... Ik vind het gewoon hartstikke leuk, maar ook gewoon dat er steentjes zijn die gewoon verschillende kleuren kunnen hebben. Want dat witte steentje is niet wit. Dus, en ook dat, wat is het, ja, rozige, maar bij anderen is die juist weer wat geliger. Die is ook niet maar één kleur. Dus dat vind ik gewoon hartstikke... Ik wist ook niet dat dat echt kon met steentjes, dat het echt van verschillende kleuren zijn. Als je goed naar deze gaat kijken, zie je maar dat er maar twee verschillende soorten normale steentjes zijn. De rest zijn allemaal grotere steentjes en ik ben zo blij met deze. Ik ben zo blij met dit ding. Want je kan met deze kant of met een gewoon pennetje, kan je die dingen gewoon niet oppakken. Althans, ja, het is heel lastig om ze op te pakken. Dus ik vind dit zo'n uitkomst. En ja, deze is gesponsord, maar dit is echt mijn... eigen mening. Ik ben zo blij met deze pen, met deze kant, want ik denk dat ik anders heel veel frustraties had gehad met het oppakken van die steentjes. De binnenkant van deze kaart ziet er zo uit. Dadelijk natuurlijk nog in de close-up beelden laat ik hem ook even zien. En de achterkant is gewoon weer hetzelfde zoals bij de rest. Ja, ik vind hem leuk. En ik ben eigenlijk een beetje verbaasd dat ik hem leuk vind, want ik zag er eigenlijk een beetje tegenop met al dat groen. Ik had zoiets van, oh, dat duurt weer zo lang. En juist het langdurige ben ik niet zo goed in tegenwoordig. Dus dat. Ik wil jullie heel erg bedanken voor het kijken naar deze video. Vond je dit nou een leuke video? Doe zeker een duimpje omhoog en abonneer op mijn kanaal voor meer van dit soort video's. Vergeet niet, het is nog maar het begin van Diamond Painting December, dus er komen nog superveel video's aan. Ik ga de close-up beelden voor jullie hierna inzetten. Check even in de beschrijving, want het geldt natuurlijk nog steeds. Mocht je kerstartikelen kopen op diamondpaintingwereld.nl, dan kan je natuurlijk mijn kortingscode nog gebruiken tot en met 31 december. Dus die staat in de beschrijving. En dan zeg ik tot de volgende video. Doei doei!